Ik doe niet meer mee, zegt Nijntje. Dokter Gopie zegt. Ah, Nijntje, waarom doe je niet meer mee? Ik doe niet meer mee, weet je. Dokter Gopie zegt. Nijntje, doe lekker wel mee. Nijntje zegt. Oké, dokter Gopie, ik doe wel weer mee. Jan, de gouden televisiering. Jij hebt weggekeken. Ja, het was een fantastische show. Erg leuk. Vermakelijk ook. Je hebt niet gekeken. Nee, natuurlijk niet. Maar Tim Hofman, de grote winnaar. Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Dat heb ik wel gelezen. Hij heeft alles gewonnen wat los en vast zat. Ja, nou ja, goed. Niet presentatrice, maar wel de online serie. Met Boos heeft hij gewoon een presentator. En Over Mijn Lijk Wondering. Daar is Tim de presentator van. Nou, superknap. Je kan niks anders zeggen. Verdient ook, denk ik. Dat is toch ook fijn dat we een keer de uitzending positief beginnen. Ja, je hebt een vriendin die niet wil neuken, toch? Nee. We zijn nee, dat is toch zo? En Tim heeft ook een... Nee, maar die heeft een vriendin die niet wil neuken. Ze is er seks bij. Die wil wel, die wil wel seks, maar niet met Tim. Die wil altijd maar kortstondig met één vrouw seks. Zij wil seks met een vrouw? Met een man. Sorry. Een nee, man. Maar dat, ik denk dat het hele verhaal is. Dat ze graag seks met een man wil. En Tim heeft een baard, maar voor de rest houdt het wel op. En 3 prijzen. Maar Tim heeft ook een broertje. En dat broertje heet Rijk Hofman. Ja, ja dat, die is toch ook een beetje beroemd tegenwoordig. Oh, kijk, jij hebt dan zeg maar je neef Nick. Hallo. En hij heeft dan Rijk. Nee, maar zo is het toch. Iedereen heeft toch een beetje tegenwoordig een familielid die nou ook een beetje mee mag doen. Ja, nee, ja, dat klopt. Rijk doet alleen net iets wat meer mee als mijn neef Nick. En Rijk heeft dus getwitterd, wacht wat, stond erbij en dan alleen dit stuk. Daar komt hij. Hé, daar ben ik. Onkel Louise is. Goh, die ga ik toch snoeihard naaien, joh. Verschrikkelijk. Nee, maar echt. Daar staat ze. Nee. Dan jank ik erin en zegt ze alleen maar. Ja, ik doe niet meer mee! Vond hij het ook leuk? Nee, hij vond het niet leuk. Hij wil hiermee zeg maar laten zien dat jij een soort van pedo bent. Ondanks dat meisje meerderjarig is. Maar dat is het dus een beetje met je jongen. Kijk je bij hem op Instagram, het gaat alleen maar over Black Lives Matter. Kijk je bij hem op Twitter, die deugt niet, dat deugt niet. Hij heeft zelf nog nooit iets gemaakt wat ertoe doet. Rijk, als je dit ziet, en waarschijnlijk kijk je ernaar om te kijken of je weer over mijn rug deugdpuntjes kan scoren. Fuck you. Ik heb helemaal niks met jongetjes als jij. Die niks kunnen. Hè? Die moeten hebben van hun familie. Hou niet van. Ik hoorde wel van iemand die met hem werkt dat hij ieder weekend een trio heeft. Rijk, mocht je dit horen? Goed gedaan, jochie. Een trio? Ja, trio's. Dan gaan we nu direct, want dit gaat ook over de televisienominaties, direct naar een nieuw rubriekje. Het rubriekje heet Patty. Ah, voor onze Pet? Ja. Eigen rubriekje? Ja. Ah, vind ik leuk. Hebben we een bumpertje ook? Ja, die komt nu. Ingesproken door jou. Maar, misschien kun je dat nu doen. Wat moet ik doen dan? 3 keer Patty zeggen. Gewoon Patty. Patty, ja, zoiets. Met mijn eigen stem? Ja. Patty. Er komt nu het rubriekje. Patty. Patty Braat is boos. Oh, en niet nou weer. En niet zomaar boos. Patty als het gaat om de, zeg maar, om de nominaties van de televisiering. Het gaat veel te veel om wie het populairst is en niet om het beste. Dan wil dat Patty dat er een vakjury komt en dat er niet meer gestemd kan worden. Want... Ja jong, maar maakt het iemand iets uit wat Patty Braat vindt? Want laten we eerlijk zijn, onze Pet, de meeste kijkcijfers heeft zij ooit gescoord. Toen ze 48 liter glycerine in haar anus liet stromen om... weet je het niet? Nee. Ze deed een klisma op Ibiza. Daarmee heeft ze de hoogste kijkcijfers ooit gescoord. En er ging 48 liter glycerine in. En die kwam er dan ook weer uit. En toen was ze herboren. Ja, nee, is echt waar. Dat is de hoogste kijkcijfers. Wat heeft Patty Braat ooit gebracht? Wat weet die nou voor kwaliteit af? Toch helemaal niks? En die gaat dan zeggen... Ja, maar iemand wint de prijs en die is populair. So jij denkt niet als er een vakjury komt dat Patty in de prijzen valt? Nee. Nee, ik denk niet dat als er een vakjury komt dat Patty Braat ook in de vakjury mag zitten. Of wil je dat ik iets positiefs over Patty zeg? Ja, het zou leuk zijn als we in dit rubriekje af en toe doen, dus dat je dan nu even kantelt en zegt... Als die vakjury komt, dat begrijp ik wel. Oh ja, nee, prima. Ja, pak hem op. Nee, ik denk als Patty Braat gevraagd wordt voor zo'n vakjury dat ze haar gelijk voorzitter moeten maken. Want als iemand toch kijk heeft op het vak presenteren, nee, het gaat er meer om. Nee, is nog niet goed. Nee. Dat als die vakjury er is, dat Patty wordt verkozen, dat zij de ring krijgt. Ja, voor okay, de... doe dan. Doe ja? Die. Ja. Ja.
Nou, laten we eerlijk zijn, als er echt een vakjury is met echt mensen die er verstand van hebben, dan is er maar één winnaar mogelijk. En dat is Patty zelf. Zelf kan Patty echt alles. Een fantastische presentator. Ze ging op een gegeven moment bij, wanneer was dat? Bij Twan Huis zitten. Wat denk je? Kijkcijfers. Pff. Toen ging ze op een gegeven moment bij, hoe heet het? Bij Jan Verstegen en die Albert Vlinder zitten. Wat denk je? Pff. Kijkcijfers stijgen. Dat programma dat Gordon in het tapijt werd gewikkeld, was ze ook bij. Kijk, zijn gestijver. Patty brak kan alles. Heb je gezien dat ze toen voor die duikplank ging? En toen viel ze plat in de smoel en scheurde door de lippen. Ja, ja, het hopen was dat ze zou versuipen daarna. Maar ja, iedereen heeft het er weer uitgevist. Jammer. Ja. Nee hoor, maar je gunt Pet. Nee, maar dat was een grapje. Oh, okay. Pet, je bent het leukste Veenlijk van Nederland. Ik vind haar dan enig wijf. Dat is een hartstikke leuk wijf, Patty Bart. Leuk Veenlijk. Mag ik dat ook niet meer zeggen, Veenlijk? Moet ik ook positief. Patty Bart is gewoon een absolute wereldtop. Kunnen we verder? Ja, we kunnen verder. Maar eerst... Jongen, wie doet nou altijd eigenlijk de meeste moeite om in dit programma te komen? Maar eerst... Ach, natuurlijk. Onze Mojo. Mojo, die 16. Wat op de praat. Neem om de beat. Zeg Tony, ben je ready voor de bachelor? Op zoek naar de ware, niet mekkeren. Al die dames gaan paaien van die lekkere. Maar jij blijft ontkennen als een lekkende. Kijk je door mijn ogen, ik krijg een vieze beeld. Vele zagen logen, hier is niks gespeeld. Het nieuws wat ik breng is echt nooit te veel. Ooit zijn we groter, wordt er goed verdeeld. Tussen liefde en haat zit een dunne draad. Jullie hebben veel gemaakt en veel buit gemaakt. Ik had het uitgemaakt, je bent alleen op saaf. Echt alleen op saaf. Jouw zie ik switchen als een fucking wijf. Ik doe grote meid, hele operaties voor een strakke lijf. Maar je bent niet wijs. Nee, je bent niet wijs. Tim Hofman met over mijn lijk. De grote prijs aan jou uitgereikt. Maar even uitgebreid, die legt vast de strijd. Waar niemand komt, dit wordt echt jouw tijd. Mensen zijn verslaafd aan hun telly. Echt niemand kan zonder bijna scary. Zit het in de dampen, vraagt Eddie. Zit het in de dampen, vraagt Eddie. Hey. Dit is dus zijn nieuwe rapstijl. Wat vind je ervan? Hoe heet die nieuwe stijl? Iets vrolijker. Dat is vrolijk? Ja, het is iets vrolijker. Ja, ik verstond het niet. Femke Louise, die gaat 3 boeken in een half jaar lezen. Ja. Waarom? In een half jaar gaat de zangeres 3 boeken lezen en wordt ze bovendien leescoach van leerlingen van het VMBO en het MBO. Wat zei ik vorige week? Eerst was het, ik kon niet mama. En toen deed ze, wel in mij. Ja. En toen zei ik, let maar op, die vrouw wordt nu op het schild gehezen. Ze wordt de heldin in Nederland. Nou, leescoach is ook leescoach. Femke Louise. Femke Louise, leescoach. Die zit bij het VMBO. Die zit dan voor die kinderen. Ja. Komt-ie. Nijntje op de fiets. Oké. Nijntje. Zit te chillen op de bank. Is gewoon lekker ontspannen jonkeltje erbij. En Nijntje die... is heel druk in zijn hoofd, of van de maatschappij, weet je. En meisje zegt, luister, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Meisje doet niet meer mee. Boom, boom. Op de deur wordt er geklopt. Hé, wie is daar nou, weet je? Het is dokter Gommie. Hé, dokter Gommie, weet je, ik doe niet meer mee, zegt Nijntje. Dokter Gommie zegt, Nijntje, waarom doe je niet meer mee? Ik doe niet meer mee, weet je. Dokter Gommie zegt, Nijntje, doe lekker wel mee. Nijntje zegt, oké, dokter Gommie, ik doe wel weer mee. Binnenkort heeft Nijntje mondkapjes te koop. Flikker toch op, man. Flikker toch op. Exclusief heeft nieuw nieuws kunnen brengen welke boeken het waren. Nou, dat was waarschijnlijk... Hallo, ik doe niet meer mee. Het eerste boek is Facebook. het tweede boek is MacBook. Flikker toch op, man. Hier komt het. De influencer heeft gekozen voor het fictieve liefdesverhaal Dubbelleven. Zo. Het realistische Abdelak Nouri over de gelijkmatige Ajax-speler. En het eigentijdse jongerenboek Roes. Roes. Hey man, ik doe niet meer mee, man. Ik zit in een roes.
Flikker erop, man. En dit, nee, maar ik vind het echt heel erg. Frank en Rogier van het denderende programma toch wel Paleis voor een Prikkie. Die kent het niet. Die hebben het gamland met elkaar, Jan. Mm. Ze maken natuurlijk samen een programma. Maar ze willen elkaar niet meer spreken. Dus hoe moet nou, dat vind ik heel vervelend om te horen. Maar wie kent het niet, zei je net. Nou, ik ken het eigenlijk niet. En jij zei tegen mij, je moet er even naar kijken. Ja, dat is echt lachen. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben er de verslaafd aan geraakt. Oh, nou, kijk. Nee, maar je moet het even voor mensen die het niet kennen. Kijk, Frank en Rogier, dat zijn twee nichten. Een oude nicht en een jonge nicht. Hmm. Wie is de oude nicht? Frank is de oude nicht. En Rogier, dat is zeg maar de jonge nicht. En die is helemaal verbouwd. Die is helemaal verbouwd. Dat is een soort Ken van Barbie, maar dan van AliExpress. Het is niet gelukt. Die ziet eruit, jongen, die gozer. Dat is echt niet te geloven. En die hebben dus met z'n tweeën een programma dat ze dan voor arme mensen, voor een prikkie, hun huis gaan inrichten. Ja. Dus ze lopen dus met z'n tweeën, gaan ze naar de kringloopwinkels om daar meubeltjes te kopen voor arme mensen. Nou, dat gaat zo, let op. Dus die Rogier, die stapt daar binnen, wordt er gefilmd, hè, en zegt hij, oh, Frank, enig, kom kijken, enig. Komt dus die Frank. Die zegt, oh, leuk salontafeltje. Leuk, Frank. Het is niet leuk, het is enig. Oh, wat een leuk salontafeltje. Enig, leuk. Ja, ik vind hem ook leuk. Leuk, het is enig. Nou, dan komt die man van de kringloopwinkel eraan. Dag, dames. En dan zegt hij, oh, wat kost dat tafeltje? Dat is zo leuk! Enig! Zegt iemand, nou, 40 euro. 40 euro! Frank! 40 euro! Nou, dat is ook veel! Zegt die Frank, dus die zegt, kan het ook voor 20? Dat is natuurlijk al lang al afgesproken, dus die man die zegt, ja, hoor, kan het weer. Oh, 20 euro voor een leuke tafeltje! Leuk! Enig! Leuk! Die doen we! Leuk! Enig! Leuk! En dit dus. Elke uitzending. Elke uitzending. Jij zegt altijd dat ik negatief ben. Maar ik vind het verschrikkelijk dat die ruzie hebben. Oh. Ik hoop dat die bij elkaar komen. Nou, dat is toch fijn. Ik heb wat positiefs. Leuk. Leuk. Dan Jan. Dan gaan we nu naar... het reclameblokje. En ik heb heugelijk nieuws. Nou. Eindelijk een sponsor. Ik krijg een nieuwe auto. Althans, ik krijg korting. Een nieuwe Mercedes CLA. Even huisgeschokkelen. Top geregeld. U ziet hier achter de auto. Mooi ding. En wat heb ik eraan? Nou ja, jij mag ook wel een keer naast zitten. Kijk. Maar we gaan dus nu sponsor voor onszelf zoeken. We zijn dus niet bezig met... Je kunt ook een keer wat gunnen. Zeker. Nou. Overigens, nu jullie toch kijken, zijn jullie al abonnee van Jans Reviews? Hele leuke reviews, hele kleine, kunstzinnige, creatieve reviews van leuke producten. Moet je even lid van worden, hartstikke leuk. Of kijk een keer bij Nieuw Nieuws. Dat zou ik niet doen. Wilde reportages. Nee, dat vind ik helemaal niks, wat een prutzender. Wist je dat er weer een serie aan zit te komen met mijn neef? Echt? Ja. Waar ga je heen? Hij gaat door de provincie. Niet? Ja. Ja. Je dacht niet na één vlog van misschien moet ik mijn neef niet meer gebruiken. Wat gaat hij doen in de provincie? Ja, gewoon reportages maken. Gewoon reportages maken. In de provincie. Vorige keer dat jullie gewoon een reportage gingen maken in Griekenland, liep het niet echt goed af. Hallo, ik ben nu in Appingedam. Hallo. What the fuck, er zit nog niemand op te wachten. Ja, wat een groot succes. Maar ik moet nog heel even terugkomen op die auto. Huiskeskokkelen. Geweldig. Back me. Daar heb ik ook wat aan. Wil je dit fantastische programma helpen, sponsoren en een centje geven per maand? Ga naar roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. En doneer een paar eurotjes voor dit fantastische programma. En dan ga ik toch weer heel even terug naar huiskeskokkelen. Ja, je moet wel... Heb je die auto toch al? Ja, dat is allemaal geregeld. Nee, nou, hou dan even op. Nee, ja, maar netjes. Huisgeschokkelen, geweldige garage. Wat kun je er nou kopen? Audi, Skoda, Volkswagen, private lease, zakelijke lease, nieuwe occasions. Allemaal te doen in Hengelo. Zou er ook voor mij een auto uit kunnen komen? Wat ik zag daar nog ergens een Volkswagen Lupo staan. Ah, leuk.
Roy Dondersjan. Die is afgereisd naar Istanbul voor een heftige operatie. Voor een strakke lichaam eigenlijk is er van alles gedaan. Een full body liposuctie. Liposcultuur, lipoblazer en placema, plasma aan zijn kin. Zoiets. Misschien moet jij ook leescoach worden. Jezus. Ik dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie er zijn. Jullie leescoaches, Famke Louise en Dennis. Ze kunnen allebei geen zin lezen. Ze kunnen eigenlijk niet eens normale zinnen uitspreken. Maar jullie vinden dat ze leuk, hè? Nou, daar komen ze. Ik doe niet meer mee. En dan jij. Lissa Lips... Lipso... Pop... Lips... Lips... Lisco... Lips... Nou, vet wegzuigen. Jezus. Ja. Uitsmijten van de uitzending, Jan. Hier hebben we allemaal op gewacht. Oh. Gordon, denk na over vrouw en kinderen. Gordon wil dolgraag een kind. En Johnny de Mol vertelt de presentator alles over zijn kinderwens en nog veel meer. Het gaat meer om de persoon, dus het zou ook een vrouw kunnen zijn. Misschien is dat wel de oplossing. Hij heeft een serieuze kinderwens. Ik ben 2 jaar geleden bezig geweest met een draagmoeder. Maar dat had toen niet gekund. Nu zou dat echt wel kunnen. Ik zou het leuk vinden om wat achter te laten. Ik heb er vaak genoeg over gedacht. Ik zou het ook heel leuk vinden en ik denk ook dat ik het kan. En ik zou een hele leuke papa zijn. Mijn leven is er helemaal op ingericht nu. Nou, dat is toch bijzonder. Ja, het is bijzonder gestoord. Kijk, Gordon, hè. Die, als je Gordon googelt. Van de afgelopen 2 weken. Hè? Gordon heeft corona. Gordon met corona bezoekt een bejaardentehuis. Gordon is overvallen. Gordon komt nooit meer over de overval heen. Gordon is over de overval heen. Gordon eet een gehaktbalpiemel. Stamppot adijfie omdat zijn moeder overleden is. Gordon heeft dit. Gordon heeft dat. Gordon heeft weer een ziekte. Gordon heeft weer geen ziekte. Gordon heeft dit. En Gordon denkt nu na over vrouw en kinderen. Nu denk jij, god wat leuk. Let op. Voor het eerst in het bestaan van Roddelpraat heb ik namelijk research gedaan. Zo, wat is een eerste? 2007. Gordon verliefd op een vrouw. Gordon heeft een vrouw ontmoet met wie hij mogelijk een relatie wil beginnen. Hij komt dus in het nieuws omdat hij een vrouw heeft ontmoet. Met wie hij mogelijk een relatie wil beginnen, heeft hij nooit gedaan. Maar was wel even in het nieuws. 2010. Gordon vindt seks met een vrouw ook lekker. Dat vertelt hij in een gesprek met de AT5. Hij is wel homoseksueel, maar hij vindt seks met een vrouw best lekker. Kwam hij mee in het nieuws. 2012. Gordon wil geen kinderen. Het is gewoon niet te doen, zegt Gordon. Want daarvoor had hij in een interview gezegd dat hij best kinderen wilde hebben. Maart 2017. Gordon zoekt een draagmoeder. November 2017. Gordon wil dolgraag kinderen. Nu zitten we godverdomme in 2020. En wat zegt die klootzak nou weer? Ik wil kinderen en een vrouw. Gordon, je bent een homoseksueel. Die krijgen helemaal geen vrouw. En dus ook geen eigen kinderen. Tenminste, dat kan met een draagmoedertje of zo. Maar dan nog wat. Je zegt, ik zou best een leuke papa zijn. Nee, dat zou je helemaal niet zijn. Je zou een verschrikkelijke papa zijn. Want je bent namelijk een narcistische, egoïstische, monomane, totaal bipolaire mafkees. Ja? Oké. Afgesloten. Elk fucking jaar of het jaar erop roept hij dat hij kinderen wil en met een vrouw verder wil. Elk jaar staat dat op de voorpagina. Elk jaar is dat nieuws. En hij heeft het nog nooit gedaan. Jan. Dit komt sowieso op de Twitter van Rijk Hofman. Dit. Oh. Maar ik gun hem natuurlijk wel een gezin. Okay. Hartstikke leuk. Nee, je gunt niet een kind Gordon als papa. Nee. Dat is een bipolaire coke junk. Die moet geen kinderen krijgen. Niet. We gaan naar het rubriekje. Social non-nonsense. Oh, leuk. Leuk. Gordon deelt piemelmaaltijd als herdenking aan zijn moeder. Dat bedoel ik. Let op. Deze psychopatiënt die de hele week in... Want hij kwam maar niet over die overval heen. 2 dagen later, nou, ik ben over die overval heen.
weer overal. En op een gegeven moment zegt hij, nou, jongens, mijn moeder is vandaag zoveel jaar dood. Oh ja, Gordon, wat erg voor je. Nou, dat niet, want ik heb met gehaktballen en een rookworst heb ik een snikkel gemaakt in een bord andijvie. Hey, en dat moet vader worden. Dat kan toch geen vader worden? Omdat we Roemag ons heeft gejat, gaan wij hun ook een beetje jatten. Wow. We zijn bezig met onze eigen merchandise. Dat weet ik. En nou, dat gaan we op Roemag stijl doen. Maar wat willen jullie nou graag dat op die kleding komt te staan? Wat willen jullie überhaupt voor merchandise? Laat het even weten. Wat denk jij aan, Jan? Veenwijk. Bijvoorbeeld. Moet. Alle termen die we hier vaak gebruiken, moet op. Veenwijk. Ik doe niet meer mee. Huh? Ja. Leuk! Is er nou nog een klein plekje voor mijn neef? Ja, ja. Hallo. Maar ja, dat is wel kut. Want hoe ga je op een t-shirt hallo doen en dat dan naar je achterlijke neefje... Of zullen we het hoofd erbij doen? Ja, een limited edition wordt dat. Jan? Hallo. Jij mag even tegen de mensen zeggen, want we sluiten af. Zijn we al klaar? Ja. Ik vond het snel van deze week. Ja, ja, ja. Sluit jij maar even op een fijne manier af. Lieve kijkers, bedankt voor het kijken. En steun... Rollenpraat.backme.org. Koop een auto bij... Huisgeschokkelen. En ga naar Jans Reviews. En tot volgende week. En kom ook een keer naar nieuwnieuws.nl. Wat? Ja. Nooit van gehoord. Doe even een duimpje omhoog. Lijkt het op niet te goed? Nee. Hè? Dat was helemaal... Ja. Oh, nee.